Net zoals met aandelen sta je ook met crypto nu op dit moment in de min als je een jaar geleden begonnen bent met investeren in crypto. Kijken we naar Bitcoin bijvoorbeeld, die staat op dit moment zo'n 30% lager dan een jaar geleden als je het überhaupt al vol had gehouden. Want gaan we kijken, halverwege vorig jaar was eigenlijk al een 50% daling, een halvering ten opzichte van een paar maanden eerder. Maar dat beleggen in aandelen en in crypto op dit moment niet interessant is, wil niet zeggen dat het in de toekomst niet interessant kan zijn. Dus laten we gaan kijken naar wat grafieken en wat indicatoren en snel beginnen met deze video. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een passiefinkomen.nl. Op dit kanaal werken we aan een toekomst met meer vermogen en meer vrije tijd. Later in deze video gaan we opnieuw 100 euro investeren in crypto zoals ik dat iedere maand doe. Maar laten we juist eerst even gaan beginnen met een blik op crypto en eigenlijk de ontwikkelingen in crypto. Omdat het er juist, zien we de laatste tijd, ook wel op zich best wel volatiel aan toe gaat. Vaak hebben we geluk, tenminste na een flinke daling, dat we ook weer een flinke stijging zien. En als eerste wil ik dan even gaan kijken naar Google Trends. Uh, dit is eigenlijk vanuit Google zelf: kun je een beetje het zoekvolume zien naar bepaalde trefwoorden of uh, onderwerpen. Nou, in, dit, uh, in dit voorbeeld, de zoekterm beleggen. Dan zien we dat die um, gepiekt is, de volle 100% zeg maar. Dat was uh, twee, ja, de week van 2 tot 8 januari van dit jaar. Dan nou is dat vaak wel logisch te verklaren, juist, juist in het begin van het jaar mensen goede voornemens hebben en dus op zoek gaan naar hoe ze. Waarschijnlijk kunnen beginnen met beleggen in dit geval. En eigenlijk alle andere dingen is dan vaak uh, relatief. Ten opzichte van die 100. Dus op dit moment, de laatste week, zien we bijvoorbeeld 43, oftewel nog maar 43% van het zoekvolume uh, ten opzichte van die 100 hier. Dan zien we wel dat begin vorig jaar het ook nog heel ja, relatief hoog stond eigenlijk. Dat naderhand, hier stonden vaak ook de koersen nog hoog. Heel veel mensen zijn waarschijnlijk begonnen met beleggen, of het nou aandelen is of in crypto. En dat naderhand, um, waarschijnlijk misschien ook wel een beetje doordat de zomer er meer mogelijk was mensen. Tijd ergens anders aan konden besteden. Misschien wel aan vakantie of weer naar de winkels gaan. Dat juist toen een beetje de interesse weg was, maar ook zeker de koersen daalden. En dat juist ja, dit soort momenten, zoals hier in november, steeg het wel weer een beetje. Dus dat is vaak wel heel herkenbaar van wanneer mensen naar op zoek gaan. Is vaak ook een piek eventueel in de koersen. En dat was dan beleggen in het algemeen. Gaan we juist naar crypto-specifiek kijken? Dan zien we juist dat eigenlijk begin vorig jaar. Tussen april en uiteindelijk eind mei dat daar de piek werd bereikt. Dat na de rand toen de koersen hard onderuit gingen, ook de interesse. In ieder geval, daar werd niet zoveel naar gezocht, laten we het zo zeggen. En dat je het wel weer een beetje zag herstellen richting november, toen we de echte all-time high hadden. Maar dat het nu juist eigenlijk in het laagste punt van de afgelopen 12 maanden staat. Dus um, in ieder geval wat betreft zoekverkeer is het in ieder geval niet populair. Dat is misschien ook wel de verklaring dat juist koersen nu wat langere tijd laag blijven. Dat er gewoon weinig mensen nu willen kopen. Dat ze misschien wat bang zijn, wat angst hebben. Of gewoon onzeker zijn over wat er gaat gebeuren met de koersen. Gaan ze juist de komende tijd stijgen of gaan ze juist verder dalen. En wat dan het sentiment is, oftewel de emotie rondom crypto, kunnen we ook heel goed zien in de Fear and Greed Index. Die gaat juist richt ja, op, uh, op cryptocurrency, op de cryptomarkt kijken. En op basis van verschillende dingen maken ze een score eigenlijk. Die zien we op dit moment op 30 staan, wat 4 betekent, oftewel angst. Nou, gisteren was ongeveer hetzelfde, een week geleden was het nog veel erger en een maand geleden stond die zelfs op 25. En hoe lager het getal, hoe meer angst of onzekerheid er is. Terwijl juist naarmate het getal hoger wordt, je vaak uh, te maken krijgt met greed. Mensen worden, uh, die zien alleen maar de positieve dingen in. En Um, ja, de koersen zijn dan vaak ook hoger. Dan is het in een keer interessanter voor mensen om blijkbaar weer opnieuw in te stappen. Niet op het moment dat het juist uh, eigenlijk goedkoper is. De koersen laag staan. Gaan we kijken bijvoorbeeld naar het laatste jaar. Dan zien we dat we op dit moment een beetje zo rond de 30 zitten. Dat het laagste punt eerder dit jaar was zo rond de 10 of 23, 13 zelfs. Ja, rond de 10 dus. Maar zo zie je wel, heel belangrijk um, en heel herkenbaar zie je hier de emotie... Hier stonden de koersen hoog, waren mensen, was de greed eigenlijk heel hoog. Hier waren de koersen flink gedaald, laag. Toen vonden mensen het in één keer blijkbaar niet interessant. Dus je kunt vaak achteraf gezien, en dat is makkelijk praten natuurlijk, zijn dit de beste momenten om te kopen, omdat hier ja, de koersen laag zijn, mensen willen juist van hun crypto af. Terwijl hier wil juist iedereen het hebben. Zijn dat de juiste, om, uh, juiste momenten om het te kopen? En als we eigenlijk vooral naar de laatste periode gaan en misschien zoom ik even in op de laatste drie maanden, dan kun je eigenlijk zien dat we wel wat herstel kregen, dat in ieder geval het sentiment best wel goed was begin februari, maar dat na de zeker in deze tijd, hier was het volgens mij Biden die aankondigde van ja, we verwachten wel dat uh, Rusland Oekraïne binnen gaat vallen, dat ja, heeft gewoon heel veel effect op markten en daar. Was eigenlijk liep de crypto dus al een beetje op voor. Na de hand zien we hier het dieptepunt een beetje bereikt worden. Dat is een beetje de dagen dat Rusland ook echt Oekraïne binnenvalt. Na de hand zien we wel herstel. Dat duurt niet heel lang. En dat is inmiddels dus weer eigenlijk weggedaald na een paar dagen. Nu zie je een beetje, ja, nieuwe maand verder zijn bijna, dat een beetje de markten wat rustiger worden. Dat mensen misschien denken van misschien hebben we het slechtste wel bereikt en kan het vanaf nu alleen nog maar beter worden. Tenminste, dat is op basis van de cijfers die we hier eigenlijk zien. Stappen we dan over naar de grafiek van Bitcoin, dan kunnen we juist eigenlijk heel goed zien de volatiliteit waar we het straks al over hadden en dat dat vaak een beetje gelijk gaat met dus de Fear and Greed Index die we net zagen op het moment dat het hoog staat begin vorig jaar 2021 als er veel greed staan, de koers hoog, zien we in de zomer juist de koers laag staan, dan is juist de 4 heel erg groot. Maar wat vooral heel belangrijk is als je hier gaat kijken, is hier is ongeveer de coronacrisis. Dit is trouwens op weekbasis, dus elke candle heeft een tijdsframe van een week. Dat we eigenlijk vanaf dat moment, laat ik hem even pakken, naar een beetje de top. In het begin van vorig jaar zien we hier 1000%. Oftewel, de koersen zijn eigenlijk tien keer zo hoog geworden. Dit is dan in het geval van Bitcoin ten opzichte van de dollar. Dus toen leek alles heel erg goed te gaan. Mensen zagen alleen maar positief nieuws en denken: Ja, dit wil ik niet missen. Hier moet ik nu instappen. Uiteindelijk, ongeveer een jaar geleden, en dat is zeg maar ja, rond maart hier naar het dieptepunt. Laten we zeggen een beetje de 30.000 dollar dat er toen was. Zien we ook gewoon een halvering. En eigenlijk is dat in. Een maand of drie tijd. Dus dat vinden mensen heel erg eng. Zeker als je net begonnen bent, zie je in één keer eigenlijk heel veel geld verdampen. In ieder geval uh, op je schermpje zie je heel veel geld verdampen. Stappen misschien wel uit en nemen hun verlies. Dan slaat in één keer de moed weer om. Mensen zien weer het positieve, want we hebben waarschijnlijk het dieptepunt bereikt. En zeker ook de 40.000 en de 30.000 dollar zijn heel belangrijke punten uh, van ja, weerstand of steun, juist. Dus we zien het daar juist op omdraaien. En zo gaat eigenlijk telkens die cyclus van emotie, die we best wel uh, duidelijk ook hierin terug kunnen zien. Maar nu we dit weten, kunnen we ook een beetje een inschatting maken voor de toekomst. Nou, niet. Per se, want de toekomst is altijd onzeker. Alleen je kunt wel een beetje een voorspelling maken. Alleen de vraag is of je uitkomt. In ieder geval wat we wel kunnen doen is kijken van. Ten eerste heb je dus wat ik zei uh, steun of weerstand levels. Nou die lijken hier wel een beetje rond. en uh, Dan heb ik hier trouwens percentages even uitzetten. Zo ik zie je zo ja, rond de 40.000 of uiteindelijk zelfs rond de 30. .000. Dat is de echte, echte weerstand die hebben we de laatste tijd wel gezien. 40.000 is vaak wel een belangrijke, dat hij juist wel weer door kan schieten. En daar zitten we nu eigenlijk al lange tijd een beetje tussen, zo op dit moment. Maar we kunnen ook een andere indicator pakken door juist een beetje het verleden te kijken. En dan de logaritmische groei van Bitcoin. Om ook een beetje te kijken wat we eventueel kunnen verwachten voor de toekomst. En als we dan deze indicator aanzetten. En dit is trouwens in TradingView: de Bitcoin Log Growth Curve. Dat zijn eigenlijk de, de, de curves, de. Ja, hoe de groei eigenlijk is. En dan is het wel belangrijk dat het een logaritmische schaal is. Dat houdt eigenlijk in: hier hebben we hem op dit moment op auto staan. En dus eigenlijk ja, een, gaat netjes omhoog, telkens met 10.000 dollar. Maar eigenlijk als we naar de logaritmische schaal gaan kijken, dan gaat het juist over procentuele veranderingen. Dus um, die daling die we straks zagen, die heel klein leek in uh, ja, maart 2020, toen de coronacrisis kwam, is eigenlijk ook gewoon een halvering als we zo gaan kijken. Uh, je ziet het wel in een goede maandtijd halveren het en dat is nu veel duidelijker te zien en um, hier is eigenlijk gewoon dus 10% stijging hier is even duidelijk als wanneer de koersen hoger staan 10% stijging daar dus dat is veel duidelijker om te zien als we dan uit gaan zoomen dan kun je heel goed zien hoe de groei van de koers van bitcoin in ieder geval uitziet vanaf 2015 in dit geval. En dan zie je wel dat hieronder vaak de bodem wordt bereikt. En de enige keer dat we eigenlijk echt doorheen zakken, in ieder geval in de laatste zeven jaar in dit geval, is tijdens corona. Maar dat was natuurlijk een heel unieke situatie. Heel veel paniek vanwege een wereldwijde pandemie. Niemand weet hoe je daarmee om moet gaan. Iedereen denkt, laat ik het maar zo snel mogelijk kwijtraken. Dan breken we echt doorheen. Terwijl juist de piek werd bereikt... Dat was eigenlijk het punt van eind 2017, 20, uh, begin 2018, toen echt iedereen bezig was. Dat was echt het hoogtepunt. Maar eigenlijk moet je er een beetje tussenin gaan zitten. En dat zou een beetje zeg maar, de gemiddelde prijs uh, zijn. En dat is juist waarom dollar kost everything zo uh, ja, interessant is. Soms zul je dan kopen op dit soort momenten. Maar je zult ook kopen juist als het laag staat. En de gemiddelde koers zul je uiteindelijk betalen. Gaan we straks ook zien als we naar mijn portefeuille gaan kijken. Maar nu zien we eigenlijk wel dat het vorig jaar ook eventjes erboven zat. Maar nu juist de laatste tijd weer flink eronder zit. Ik wil natuurlijk geen garantie zijn dat het vanaf nu hier precies naar deze lijn gaat. En dan weer gaat stijgen. Maar het geeft in ieder geval een beetje een idee hoe de groei eruit ziet. Wat we in het verleden hebben gehad. En of dat eventueel. Als dat ook zo doorzet in de toekomst, wat we dan kunnen verwachten? Nou, in de thumbnail had ik al staan: Bitcoin naar 1 miljoen met een vraagteken. En dat komt juist als we deze groei eigenlijk door gaan zetten. We zoomen even uit en we gaan kijken naar bijvoorbeeld 2027. Dan zien we dat we over vijf jaar, als deze lijnen nog steeds zo zijn. Als de groei zo doorzet zoals het in het verleden ging, dat we dan heel ja, dicht bij die 1 miljoen uitkomen. Het kan misschien wat lager zijn en dan is het meteen onder de 7 ton. Het kan ook een stukje hoger zijn, dan is het in één keer 1,3 miljoen. Hoe waarschijnlijk het is, dat weet ik niet. Ik geloof wel in Bitcoin op de lange termijn, maar bij welke koers, ik weet het niet. Ik vind de technologie interessant en juist door DCA toe te passen... ...hoop ik in ieder geval relatief gemiddeld gezien eigenlijk een goede prijs te betalen... In de hoop dat het in de toekomst in ieder geval meer waard is. En door DCA toe te passen, hoef je, je ook niet per se heel druk te maken over wat de markt doet. En wat betreft de emoties van beleggen. Als je zegt bijvoorbeeld, iedere maand leg ik 100 euro in, zoals in mijn geval. Dan hoef ik eigenlijk niet zo heel veel naar te kijken. Maar je zou dit soort indicatoren juist wel kunnen gebruiken om te bepalen als je ja, uh, misschien wel iets actiever wilt zijn. Toch een beetje probeert de markt te timen. Omdat je uiteindelijk denkt op de lange termijn beter te kunnen doen, dan zou dit kunnen helpen. En laat ook zeker in de reacties onder deze video weten. Of je hier al op deze manier mee bezig bent, of je eventueel nog tips hebt voor andere kijkers, of hoe je kijkt naar dit soort indicatoren, wat jouw gevoel daarbij is, of het je echt kan helpen of juist totaal niet. Maar loggen we dan in bij mijn Coimers account, waar ik voor deze serie dus al mijn crypto koop en bijhoud. Uh, mocht je trouwens nog een account willen openen bij Coimers, een link daarvan vind je onder deze video terug. Dan zien we dat op dit moment mijn account daar ongeveer 1226 euro waard is. En dat er inmiddels al 100 euro weer klaar staat om zometeen de aankoop van deze maand dus te kunnen doen. En in het totaal staan we nu net geen 6% in de min. Dat is sinds ik ben begonnen en dat is. Uh, in februari vorig jaar, dus nu ongeveer 13 maanden geleden, dan zie je dat dit verschil, net zagen we bij uh, crypto, of bij bitcoin in ieder geval, een daling van zo'n 30% op jaarbasis. Nou is dit natuurlijk wel anders omdat ik niet alleen bitcoin heb. Ik heb ook Ethereum of Cardano bijvoorbeeld. Maar je ziet wel dat door, door juist maandelijks te kopen je soms op de hoge punten koopt. Maar ook in de periodes dat het juist lager staat, ook koopt. En dan koop je dus eigenlijk relatief meer crypto voor hetzelfde bedrag. En kan het dus zo zijn dat terwijl bitcoin misschien op jaarbasis 30% in de min staat, dit nu maar 5% is. Bij mij in dit geval. Omdat ik juist vooral meer heb gekocht in de goedkope periodes. Laten we het even noemen. Maar dat geeft denk ik wel vooral de kracht aan van DC. Ja, oftewel dollar kost averaging. Nou, gaan we kijken naar mijn wallet. Dan is het eigenlijk vooral vorige maand had ik het over staking. En dat had ik toen geactiveerd voor bijvoorbeeld Cardano of Polkadot. Gaan we dan bijvoorbeeld naar Cardano even kijken? Want inmiddels zijn we een paar weken verder. En als we hier naar beneden scrollen, kunnen we ook zien dat sinds die periode, um, hier moet ik zijn, zien we inmiddels een paar staking rewards. Inmiddels zijn het er zelfs vijf geworden. Toen ik straks de video voorbereidde, waren het dan nog vier. Maar zojuist heb ik dus ook... Um, is deze verwerkt, dan zie je dus mijn positie die ik had, ook al is die misschien niet heel groot, zie je wel telkens in dit geval 15 cent, 13 cent of 14 cent in de week dat ik als stakingvergoeding heb gehad. Wil je meer weten over staking, ik zal even een, een link plaatsen naar de video van vorige maand waarin ik dat allemaal uitleg hoe je het kan activeren of wat het eigenlijk inhoudt. Maar gaan we even terug naar mijn uh, wallet op dit moment, dan zien we dat Ethereum in de plus staat, 18 in totaal nu. Bitcoin zo'n 5% in de min. Ik wil niet zeggen dat ik iedere maand bitcoin heb gekocht, maar wel regelmatig in ieder geval het afgelopen jaar. Cardano staat 32% in de min. Wel een behoorlijke, ja, relatief grote tegenvaller. Hetzelfde geldt voor Polkadot. Dogecoin. We zien hem nog steeds verder afdalen. Um, het heeft eigenlijk weinig zin om hem nog aan te houden, maar. Ook niet om te verkopen vanwege de 5 euro die het op dit moment waard is. Dus het gaat eigenlijk vooral weer wederom om mijn posities deze maand uit te breiden. Ik ga geen nieuwe coins toevoegen. Ik wil juist de bestaande coins die ik heb, um, gewoon de posities daarin uitbreiden. Omdat dit vooral de dingen zijn waar ik vertrouwen in heb, waar ik het meeste van weet en waar ik dus ook wil investeren in de toekomst. En dan heb ik zojuist mijn drie aankopen gedaan. 40 euro in bitcoin staan we nu nog zo'n 5,2% in de min op deze positie. 30 euro in uh, Ethereum is veranderd naar 17% in de plus. Uh, deze positie ongeveer 500 euro op dit moment waard en 30 euro in Cardano met op dit moment ongeveer 200 uh, euro dat het waard is. Gaan we terug naar de positie uh, naar het dashboard zeg maar. Nou, uiteindelijk hebben we nu 1326 euro geïnvesteerd in de 13 Maanden dat we bezig zijn, misschien is dit zelfs de 14e storting, dus, uh, dit zal de 14e storting zelfs zijn, 1400 euro in totaal ingelegd, is op dit moment dus nog iets meer dan 1300 euro waard, oftewel een klein verliesje van zo'n 5%. Um, is niet wat we hadden gehoopt natuurlijk, maar vooral op de basis van de lange termijn hoop ik dat we nu gemiddeld een goede prijs hebben betaald. Dat mocht de markt eenmaal weer, mocht het weer beter gaan, mocht de koersen weer gaan stijgen, dan zal dit vrij snel veranderen in een positief rendement. Maar dat is dus iets voor de komende maanden. Want dit is vooral dus de kracht van deze serie, hoop ik in ieder geval, door dollar-cost averaging toe te passen. Juist op de lange termijn dat we soms periodes pakken waarin de koersen laag zijn, soms crypto kopen als de koersen hoog zijn. Maar juist op de lange termijn dus het effect en de kracht van deze zien. En dit is dus vooral een serie die ik in de toekomst blijf volhouden, omdat ik denk en ook vooral ook hoop natuurlijk, dat de koersen van crypto in de toekomst hoger zijn, omdat er steeds meer toepassingen zijn voor dit soort cryptocurrencies. En dat steeds meer mensen gebruik van zullen gaan maken. En dus het ook steeds meer waarde wordt toegevoegd aan deze cryptocurrencies. Maar laat ook vooral weten wat jij denkt van crypto, van beleggen of andere dingen eventueel. En doe dat via de reacties onder deze video. Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien, maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op abonneren onder deze video. Wil ik jou bedanken voor het kijken. En hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.